Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Mark Dreyer en ik ben de cultuurvlogger. En ik sta hier weer midden in het museumkwartier in Den Haag. Want zoals jullie de vorige vlog al hebben kunnen zien, is het hier een en al creatieve bende. Eén groot cultureel hoogtepunt hier. De vlog van vorige week was een soort kick-off. Hè? Hier allemaal creatieve dingen. Amerikaanse ambassade voor tentoonstellingen, Escher in het Paleis, Theater Diligentia, Poelgrie, Rijksmuseum, de Gevangenispoort, nou, Haagse Historisch Museum. Allemaal leuk. Daarvoor ben ik hier niet. Vandaag sta ik voor de Koninklijke Schouwburg. Want ik mag vanavond naar, nou, de vlag hangen hier, Oostfaust. En dat is een toneelstuk onder de regie van Teu Boermans. En naar een tekst van Tom Lanoy. Die heeft een hedendaagse herschrijfding gemaakt. Hij heeft het herschreven. Het is namelijk officieel een tekst van Goethe. Dat is een hele oude tekstschrijver. Hele belangrijke, bekende. Maar jullie weten het, namen, het zegt me allemaal niks. Het schijnt een heel spektakel te zijn. De voorstelling duurt 3,5 uur. Dus dat is een flinke hap, 3,5 uur. Ik ga kijken of ik het... Nee, ik bedoel, ik zal het sowieso volhouden. Maar ik bedoel, ik zal kijken of het ook echt 3,5 uur waard is. Hè? Want jullie weten, ik ben altijd eerlijk. Dus dat zullen we zien. Het vindt dus plaats in de prachtige Koninklijke Schouwburg. Voor wie de vlog van vorige week niet heeft gezien, zal ik nog een kleine tour geven zometeen. Want het is hier binnen echt een super traditioneel mooi stuk. En ik mag zometeen eventjes een beetje backstage filmen voor de voorstelling. Voordat het allemaal gekkenhuis wordt. Ik kan me voorstellen als de acteurs 3,5 uur moeten spelen. Dat je helemaal. Dat je echt helemaal even in karakter moet. Dus dat. Nou, ik vertel zo wat meer over het stuk. Kijk gezellig mee naar deze nieuwe vlog. Ja, en voordat je deze video verder gaat kijken, weet dat je me altijd kunt steunen door je duimpje omhoog te doen, dus voor deze video te liken, een leuke reactie achter te laten. Ben je al naar Oostfaust geweest of ga je nog, dankzij deze video misschien wel, ben je getriggerd? Laat me weten onder de video, vind ik alleen maar leuk. En als je wel al bent geweest, laat me weten wat je vond, want misschien was je het eens met mij of was je het helemaal niet eens met mij. Theater, we kunnen nu allemaal een andere mening hebben over theater, over kunst, over cultuur, dus dat is top. Dus dat is leuk, ik ben heel benieuwd. De voorstelling, ja hier, dit is Romana Vrede, actrice Romana Vrede. En, en Romana speelt vanavond, ze speelt altijd, een dokter. En die dokter, die is net als, komt ook uit een soort pandemie. Ik hoop dat jullie maar horen, ik ga even uit de wind staan. Die komt ook uit een pandemie en die heeft een soort openbaring van, ja, met allemaal gemaakte kennis kom je niet ver in het leven of zo. Dat is niet alles. Dus die wil echt gaan leven. Dus die gaat zichzelf helemaal in het hedonisme werpen. Hedonisme is zeg maar de levensstijl dat je altijd gewoon feest. Dus je gaat jezelf helemaal doodfeesten. Dat is volgens mij, wat ik nu heb begrepen, een beetje de gist van de voorstelling. En het, volgens mij komt ze in een soort nachtclub in contact met mensen. Maar goed, ik laat me ook altijd maar verrassen. Ik vind het altijd leuk om een beetje te weten wat er gaat gebeuren. Niet te veel, want anders ga ik het allemaal weer overanalyseren. Maar ze hebben er dus wel 3,5 uur voor nodig om het verhaal te vertellen. En dat kan altijd twee kanten opvallen in het theater. Soms denken ze dat. Soms is het hartstikke goed. En is het na 3,5 uur denk je, wow, het is nou niet altijd, denk je, het is voorbij. Maar het is wel van, oké, het is voorbij gevlogen. Het was super interessant. En je hebt gewoon 3,5 uur die je op een gegeven moment denkt, oh, dit scène kan er wel af. Oh, is het al, moet ik al plassen? Kan ik al. Dus het kan nog twee kanten op gaan. Ik zeg het eerlijk. Dus ik ben in ieder geval heel benieuwd. Ik was in ieder geval, jullie hoorden het al in de vorige vlog hoe enthousiast ik was. Het is echt een prachtig theater. Dus daar ben ik in ieder geval blij mee. Volgens mij zag je dat net in de vlog. De directeur van het Nationale Toneel. Het wordt gespeeld door het Nationale Toneel. Die groep. De directeur daarvan, Lili, is mijn oud collega. Is mijn oud directeur van de AFOS. Dus dat is leuk. Die zwaaide net al. Nee, dat is helemaal leuk. Maar ik ga nu. Het is best wel koud.
is het al, ik ben altijd op tijd. Ik heb nog 10 minuutjes. Dus ik ga zo lekker. Gaat het nou aan het regenen? Nou, ik ga naar binnen, want het is koud. Ik ga kijken en een beetje backstage kijken wat ik kan laten zien. Wat ik mag laten zien. Nou, leuk. Ja? Ik zit met Meerte nu in de kleedkamer, in jouw kleedkamer. Mm-hmm. En Meerte speelt in Ausfaust. The love interest. Van Faust. Van Faust. Even in het kort, waar gaat de voorstelling over? De voorstelling gaat eigenlijk over de wetenschapper Faust, die zijn geloof in de wetenschap verliest. Hij komt uit een pandemie-situatie en hij denkt, wat heeft dat allemaal voor zin? Mm-hmm. En op dat moment komt hij Mephisto tegen. Dat is eigenlijk de duivel of een duivels personage. En die probeert Faust over te halen naar de hedonistische kant. Mm-hmm. Van, inderdaad, het heeft helemaal geen zin. Ja. Dus leven gewoon op los. Ja. En dan komt hij al dan niet door Mephisto Greta tegen. Mm-hmm. En daar ben ik. En Greta heeft ook bij Faust iets te halen. En Faust heeft iets van Greta te winnen natuurlijk. Cool. En het is een vrij het is een ouderlijke tekst, maar ze hebben hem helemaal vernieuwd, geloof ik. Hoe ga ik dat zo meteen terugzien? Nou, dat ga je zien aan dat het sowieso taalgebruik wisselt een best wel tussen de personages. Mm. Dus soms zijn er in één keer heel veel Engelse woorden in. En je ziet het ook aan, want de teksten zelf klinken denk ik nog steeds best wel klassiekere, mm-hmm. ondanks dat ze bewerkt zijn. Yes. Maar er is wel gebruik gemaakt van die vorm. Maar het is ook heel erg wat erin gebeurt, wat meer naar nu is getrokken. Dus we komen in een ballroom scène en een club en dat allemaal. Ja, en is het er gekozen om nu dit te gaan spelen ook omdat we net een eigen pandemie achter de rug hebben? Of is dit iets wat al... Nee, dit idee lag volgens mij al, ik hoop dat ik het goed zeg, al 2 jaar te wachten om uitgevoerd te gaan worden. Dus volgens mij, het beginnetje was er zelfs al voor corona. Ja. En toen kwam corona en toen heeft de schrijver Tom Lanois volgens mij wel gedacht van, oh, dit is eigenlijk alleen maar een cadeau en dit kunnen we hier nu, niet echt een cadeau natuurlijk, maar ik vond het er wel in. Ja. En wat heb jij zelf al dingen uit de voorstelling gehaald die je dan tegen speelt? Ik heb dit er zelf voor mezelf uitgehaald, persoonlijk. Nou, sowieso geniet ik elke avond mega erg van alle teksten en hoor ik nog steeds nieuwe dingen, want de tekst is heel rijk, er zit heel veel in. De thematiek spreekt ook, denk ik, bijna iedereen wel aan. Iedereen heeft wel een kleine Faust in zich die soms twijfelt en gewoon echt niet meer weet waarom je hier nou bent. Ja. En als het allemaal geen zin heeft, wat je dan in godsnaam allemaal gaat doen. Ja. Dus herkenbaarheid. Ben je meer hedonistisch gaan leven nu? Of maak je wel eens meer keuze? Dat je nee. Of echt niet? Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar wat wel grappig was, was dat na de première, we hadden heel hard gewerkt. We hadden ook tijdens het repetitieproces een aantal coronagevallen, waardoor het gewoon langzamer ging. En toen hadden we publiekspremière gehad in Heerlen. En in de voorstelling zit een scène waarin de pandemie voorbij is. En dat iedereen denkt, wauw, we kunnen gewoon los en gaan partyen. En dat was bij ons na de première ook een beetje zo. Dat was echt dat gevoel van, yes, we kunnen en we mogen weer. Dus dat was wel een heel typisch ding, wat volgens mij ook wel echt uit de voorstelling, wat daar gevoed door werd. Ja, wauw. En de voorstelling duurt 3 uur, dat is best wel heftig volgens mij ook om te spelen. Ja. Hoe is jouw proces op zo'n dag, zeg maar, zoals nu? Ga jij op een gegeven moment helemaal in je bubbel of hoe? Nou, ik zorg eigenlijk overdag dat ik gewoon iets doe wat ik leuk vind. Mm-hmm. Wat niet veel energie kost en dan ga ik hierheen en dan is het even gezellig kletsen met elkaar en elkaar weer even echt zien. En dan gaan we eten en vanaf
het eten heb ik wel heel strak mijn eigen schema van, oké, dus 5 uur eten, 7 uur kap en griem, dan ga ik daar, dus ga ik een 1/2 uur eten, ga ik 10 minuten ontspannen, ga ik inzingen, ga ik me omkleden, ga ik al mijn props checken. Dus ik heb wel een strak ritueel. Zo loopt iedereen hier een beetje waarschijnlijk achter ook, zo, ik doe nu mijn ding en, en sommigen zijn misschien wat losser en anderen wat... Ja, weet ik niet. Volgens mij is iedereen hier best wel, heeft hij wel zijn eigen maniertjes. Heb je nog wel leuke collega's, leuke maniertjes misschien? Dat je mensen af en toe ziet doen? Zonder naam misschien. Even denken. Ik weet het niet echt. Nee. Inzingen is altijd chill. Doe Joris ook vaak mee, want die moet ook zingen in de voorstelling. Dat is altijd een fijn moment, zo even met z'n tweeën, geconcentreerd. En, dat is sowieso trouwens, als je hier loopt dan op de gang, hoor je dan uit sommige kleedkamers gewoon in één keer allemaal rare geluiden komen. Ja, dat zijn allemaal beesten hier achter die deuren. Nee, Astrid, Astrid van Hek, daar zit, mee zit ik samen. Ja, ik wijs naar haar zij is doos, kist, haar kist, niet haar doos. Is het make-up kist of zo? Nee, dat is gewoon een soort kist voor persoonlijke spulletjes. Ah. Astrid heeft heel veel... persoonlijke spulletjes altijd. En bij mij zit er echt niks in. Maar foto's of gewoon spullen? Ja, crèmetjes, dingetjes. Dus dat is een beetje haar ding volgens mij. Dat ze het fijn vindt om al die dingen bij zich te hebben. Moet je lang in de kap en griem ook of niet? Helemaal niet lang. Nee, ik heb echt bijna niks van make-up op. Dus zijn er wel mensen die heel veel of niet? Of? Ja, vind zeker. Vind je dat normaal fijn, kap en griem? Ik vind het altijd heerlijk als mensen een beetje aan het zitten te friemelen. Ja, en dan... snap ik. Ja, ik vind het ook een lekker moment. Ja. Je hoeft nog niet te performen of zo. Nee. Je kan gewoon even zen zitten en iemand zit aan je gezicht. Ja. Super chill. En dan zenden we natuurlijk ook iedereen schema of zo. Ja. Cool. Oh, ik ben zo benieuwd naar vanavond. Ik hoor dus echt hele verschillende verhalen. Dus, ja, we gaan het gewoon zien. Ik ga het gewoon achteraf iets van vinden. Ja. En dan, laat het weten. Ik ben benieuwd. Ja, ik ga... Dat doe ik altijd, ik laat het altijd weten. Nou, dankjewel. Dan zie ik je op het podium. Nice. Nou, dat was een leuk gesprek met Myrthe. Ik ben heel benieuwd. We gaan haar zo meteen natuurlijk op toneel zien. Ik heb met Matthijs hier afgesproken. Ik ga even een eettentje zoeken. Ja, die zit hier ook. Even kijken voor jullie alvast wat lekker is. En dan gaan we ons voorbereiden, want voor zoals ik zei al, het duurt 3 uur. Dus ik ben heel benieuwd. En... ja, dan horen jullie daarna wel wat ik ervan vond. Maar eerst even iets eten, ergens. Wat ben ik meest geweest? Fantast of omgevallen boekenkast? Genie of domme kloot? Een kakelkalf? Ik ben het allemaal. En toch al dood. Open mijn poort, Mephisto, naar het rijk der zinnen. Leer mij beminnen, schenk mij genot, leer mij vrede vinden. Pas dan maak ik mezelf kapot. Au, ai, Jezus, ik bloed zeg. De mens is maar één ding. Een zak vol bloed en stroom. Salut. Praat hij live? Weet ik niet, of dat iemand met een backstage met een mic. Nee, of dat een bandje is. Oh, dat weet ik niet. Wij komen net uit na 3 uur Oosthaus. Matthijs Jansen, wat vond je? Oké, wat ik vond is... is dat ik eigenlijk nog niet goed weet wat ik vond. Het is heel veel. Zeg maar, kijk, ik ken het oude verhaal, maar ik ken het oude verhaal niet. Oh, ik ken het oude verhaal niet. En dus voor mij... En ik dacht dat het oude verhaal al heel anders eindigde. Ja, nee, misschien... Maar oké, op een gegeven moment, na de tweede helft, op een gegeven moment was er echt... Ja, ik wil het ook niet spoilen of zo, dus ik ga... Oké, wacht. Ja, dat is lastig. Zeg maar, kijk, de eerste helft was een beetje dat we zoiets hadden, een beetje talking heads. En als je dan kijkt naar wat ze allemaal tot een dus heel veel hebben, tekst en niet heel veel... heel veel tekst. Heel veel tekst. En niet heel veel gebeurt. En in de tweede helft gebeurt alles. Ja. Maar dan ook echt...
Alles. Alles. Alles wat je kan bedenken, dat gebeurt in de tweede helft. En dat is echt heel leuk. Ja. Maar dan denk ik wel, waarom is dit, zeg maar, ja, oké, ik snap het opwarmen en het verhaal neerleggen en zo. Maar ik had wel zoiets van, tweede helft had zo, zeg maar, had iets meer van de tweede helft dan de eerste helft mogen qua actie. Ja. Want als je dan die foto ziet dat Romana, de hoofdrolspeelster, die in een soort van gek Mad Max kostuum zit en zo, en dan denk je, waar blijft dit dan? Ja, 2 minuten, ja, dat doen we wel, toch? Ja. Want, dan komt onze tram. Het was gewoon heel veel, ik moet het even allemaal verwerken. Heel veel, maar wel echt heel leuk. En de dansers waren op een gegeven moment ook echt van toegevoegde waarde. De eerste keer dat ik echt zo, En er zit drag in. En er zit drag in. Love. En vond je dat tof? Vond je dat goed gedaan? De drag? Ja. Want in het begin dacht ik, ze steken er een beetje de draak mee. Nee, maar ik bedoel, het is gewoon die ouderwetse track, voordat, dus ik hou maar er wel van. Leuk, en dat hij dat dan inderdaad, shout-out naar Vito, die volgens mij dat doet, de make-up. Shout-out! Ik ga het even verwerken, jongens. Yeah. Ik ga nog even een verslag schrijven, daar kan ik er even over broeden. Dus als je nou wil weten wat ik er echt uiteindelijk van vond, lees dat even, want ik weet gewoon niet. Ik ben benieuwd of er acteurs genomineerd gaan worden voor deze rol. Geen idee. Ik kan er nu in ieder geval nog niks van. Ik meen het oprecht. Ik weet niet wat ik moet vinden. Waarom doe je dan nu al deze video op? Dat altijd doen. Oh. Dus, ik stuur de linkje onder van de recensie. Stuur ik. Er ging een fucking oude vrouw ging filmen. Wanneer? Dat je denkt. Hebben ze het over de jeugd van tegenwoordig? In de. Een vrouw gaat gewoon beelden lopen filmen. Oh, de tram komt. What the fuck. Dus, in de beschrijving onder de video zet ik een link naar de website, naar het verslag. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. En wie weet waar we dan weer heen gaan. Maar wil jij ook een gouden jumpsuit nu? Ik wil niet een gouden jumpsuit nu. Wij gaan in de tram. Fijne avond, jongens. Tot de volgende. Open mijn poort, Mephisto, naar het rijk der zinnen. Leer mij beminnen, schenk mij genot, leer mij vrede vinden.